Paas van Jong PSV, de nummer 5 van de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport, thuis club 19e. Weinig scorende ploeg, 24 goals gemaakt. Minste van de hele keukenkampioendivisie. En Jong PSV is de meest scorende ploeg. Die krijgen hier een uitgelezen mogelijkheid om ook nu weer te scoren. Ron Jansen met de overtreding, hier de aanval opgezet. De verdediger van Helmond Sport krijgt geel. Mauro Junior, linkspoot. En schiet hem feilloos binnen. Ik denk dat hij nog even binnenkantje paal raakt. Maar in de 14e minuut komt Jong PSV op 1-0. Even via de binnenkant van de paal. Dus er geen houden aan voor Stijn van Gassel, de keeper van Helmond Sport. Zijn ploeg hier in ieder geval met een schot. De redding is van Mike van der Meulenhof. Het schot kwam van Jules Respen. Corner. Afdraaiend en daar weer stijlvol naar de hoek. Mike van der Meulenhof naar de kopbal van Arne Nauts. Zegt daar Dennis Haar, de coach van Jong PSV. Dat hier Mauro Junior weer in balbezit heeft. Links is er ruimte voor Abu Ghlal. En hij hard. De bal gekeerd door Van Gassel. Abu Ghlal. Ja, het is carnaval, hè, in het zuiden. Dat zagen we ook op de Braak. Abouglal, geweldige speler, hier weer gezocht. Voorkomen tweebenig, linksbenig, rechtsbenig. Het maakt hem helemaal niet uit. Legt hij wel goed terug. En dit schot, hier heb ik van Gassel. Het schot van Justin Lonwijk. En zo krijgt Helmond Sport wel wat kansen. Maar zijn er grotere mogelijkheden voor Jong PSV? Dat hier in de opbouw balverlies leidt. En Helmond Sport met snapvangers. Stevige overtreding. Heel stevige overtreding. Scheidsrechter probeert daar de gemoederen wat te laten bedaren. Bertalan Koen krijgt direct rood. Na de overtreding op snapvangers. En dat is een terechte kaart bovendien. In de tweede helft dus. De hele tweede helft. Een mannetje meer van Helmond Sport. En leidt het tot een treffer bijna. De kans was er voor Thibaut Swinnen. Maar het blijft de makker van de ploeg van Robbie Alvelen. Het maken van doelpunten. Het valt ze zo onnoemelijk zwaar. En dat is vandaag niet anders. Hier de overtreding op Abu Ghlal. Geel voor Nick de Lauw. En een vrije trap voor Jong PSV. Mauro Junior. En weer Van Gassel. De linkspoot die dus wel verantwoordelijk was voor de 1-0. Abu Ghlal zoekt daar zijn mannetje weer op. Hij haalt er geen corner uit, maar de kans is voor deze Mauro Junior. Natuurlijk blijft Helmond Sport het proberen om die numerieke meerderheid ook om te zetten tot een treffer. En de kansen zijn er wel. Diego Snapvangers hier net voorlangs. Iets meer dan een uur gespeeld. En weer een kans voor Helmond Sport. Dat net zoveel punten heeft als de nummer allerlaatste. Dat is Jong Utrecht. Geen hens van snapvangers. Schot dan daar. Het gaat over van Bram Zwanen. Dat schijn bedriegt heus niet. Er zijn echt mogelijkheden. Ook voor Helmond Sport. Maar tot een treffer is men nog niet gekomen. Het is de 88ste minuut. Tijd begint nu wel te dringen. En daar een mogelijkheid. Maar weer de redding van Van der Meulenhof. Een keer met Ron Jansen. En uiteindelijk nog dichtbij. En ook Dylan de Braal zat daar in de buurt. Deze bal naar Mouzaki. En weer is dat Van der Meulenhof met een reflex. Het is niet de langste keeper van het betaalde voetbal, maar hier zit hij goed bij. En dan zitten we in de tweede minuut extra tijd. Is dit Lennart Daneels, net in de ploeg gekomen, komt naar binnen. Daneels drukt af. En maakt op prachtige wijze 0-2. En dan is de zegen binnen voor Jong PSV. Daneels. Hij met dat schot. En daar is dus geen kruid tegen gewassen voor Stijn van Gassel. Is Helmond Sport dan nog een eretreffer gegund? Het is er dichtbij. Maar weer Van der Meulenhof die eraan zit. Mooie reflex van die keeper van Jong PSV. En zo eindigt het hier op de Braak in 0-2. Maaike, vertel eens, wat was het voor jou voor avond vanavond? Nou, voor mij fantastisch. Ik heb aardige reddingen gehad en ben zeker blij met de overwinning. Ja.
En een mooie avond natuurlijk ook, want ik vraag ernaar, je bent in Helmond, je speelt hier in Helmond, je houdt de nul en je wint. Het kan eigenlijk niet op. Nee, zeker niet. Oude club van me. En ja, dat is mooi om hier te zijn en zo'n pot te mogen spelen. Het is dat Mike van de Meulenhof een aantal geweldige reddingen heeft. Een beetje geluk met de paal. Dus het zat ons vandaag mee. Je hebt heel wat reddingen mogen en kunnen verrichten vandaag. Wat was de lekkerste? Wat was de mooiste? Ik denk die ene laatste laag. Dat de speler kon hem nog misschien net aanraken. En net uit de reflex dat ik hem nog laag weg kan tikken. Ja, is het nou de vraag die je in deze periode kunt stellen? Van ga je nog een beetje carnaval vieren in Helmond of willen ze je niet meer zien? Nee, dat weet ik niet. Maar ik ga het sowieso niet vieren. Ik moet gewoon focussen op de club. Dus nee, voor mij geen carnaval.